Ja, hallo mensen. Zoals je kunt zien, dit is Diablo en we gaan natuurlijk hebben over Reapers of Soul en de nieuwe klasse. En daar gaan we het als eerst over hebben, namelijk de Templar. Ja. Zoals je kunt zien, je hebt een knots en een schild. Nou, wie wil nou geen knots en een schild? En ja, die game is dus net uit en ja, ik ga even drie delen doen van een nieuwe MMO-tijd. Het is wel geen MMO, maar je kunt hem als wel als multiplayer matches spelen, maar het is gewoon een action RPG. Of gewoon een action game. Hier is een RPG. En eens even kijken, wat doet dit? Oké, die sla je iemand met de kop mee, met je schild. Oké, leuk. En ja, dus Diablo, Reaper of Souls, nieuwe klasse. En ja, ik ga dus een beetje uitzoeken hoe het speelt met die nieuwe klasse nu. Bla 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 bla. Ja, ik ken het hele verhaal al, dus dat is natuurlijk niet heel interessant. Dat is de PvP. En dan kun je daarna de PvP gaan doen, maar ik ga eerst hier even. Kan ik hier mijn eigen stash? Oké, dat is leuk. En dan ga ik even door die deur hier. Dan ga ik even die boek. Hallo! Ja. Iedereen wat ziek. Bam, 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 bam. Ja. Oké. Ik ga stiekem in haar kamer. Daar zit een boek. We've been under siege for 6 days now. Uncle Deckard is still missing. The dead will overwhelm something. Thank you. Ja. We gaan weer verder. Eens even kijken. Hallo, wat heb jij? Een axe. Nou, die vind ik iets te duur. Wel coole dinges. Nou ja, coole armen. Ja, we gebruiken dus een Crusader Flauw. Dan kun je gewoon dus een soort goedemorgenachtig iets kun je het voorstellen. En dus een schild, maar volgens mij kun je ook straks wel een schildje even zwaard gebruiken en dat soort dingen. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about the strange creatures in our world, but the sight of the wretched mother. Stil. Ja, en het speelt wel aardig lijp. Het speelt wel een beetje als de oude paladin klasse, want die had ook een schild en die had ook een one-handed weapon. En ja. Wat hebben we nieuw? Oké, shield bash. Oké. Dan kun je dus met je schild zo. Oh, lijp! Dan kun je dus rennen en slaan. Of rennen, ja, vooral rennen. En ja, ik ben wel benieuwd naar hoe het verder gaat spelen straks met alle skills. Ik zou eens even kijken, skills. Ja, we kunnen niet echt zien wat we krijgen nu. Baaf! Op je bakkers. Voor je bakkers. Ah. Nou, dat is twee dezelfde. En je kunt wel zien aan de Crusader, het is allemaal een beetje. Of de Templar. Een beetje in de stijl van een paladin. Als je niet weet wat Templar is, dan kun je het gewoon als de paladin zien. En anders, ja. Een beetje zoals die gastjes van Assassin's Creed. En paf, paf, op je hoofd. Zo, jongen, bam. Even hier kijken. Stop! Ik kan nergens nog naar binnen. Even kijken. Waar zijn ze? Boom! En je gebruikt dus Wrath in plaats van andere in plaats van mana.
En het is een beetje zoals de spirit van de monk. Dus ja. Qua techniek, hoe het speelt, is niet heel anders dan andere klassen. Alleen, ja, je hebt gewoon nieuwe wapens en ja, dit is gewoon leuk. Ah, wat de bakkers. En ja, nou, je hebt nieuwe lure. Nieuwe skill, slash, even kijken. Slash. Wat slash? Ik kan het nou nog niet zien. Fiends must have stolen the treasure. Let's search for treasure. Oh, die is ook wel leuk. Ik zit je in de fik. Sterf. Ja, heel veel mooie spulletjes. Even kijken. En die had ik al. Oh, handschoen. Dus kost. En ik wil die. En dan gaan we weer verder. Even kijken. Bleh! Hier, bam! Ja, die aanval, die, dat zit mij wel. Ja, met een nieuwe klas moet je dus ook weer helemaal opnieuw beginnen. Dat vind ik altijd wel jammer, want ja, je bent er al een keer geweest. Maar aan de andere kant, ja, het is wel logisch. Hier ligt ook een dooi. Ja, en de volgende keer gaan we het dus over hebben over de nieuwe content. Want dan kan ik met mijn monk gewoon lekker gaan meespelen. Ja, ik. Bam! Sterf! Ik slaap je hoofd. Ik slaap je hoofd. Met mijn goede morgen. Zo. En daar is een treasure kop in. Hij ziet me nog niet. En dan ga ik hem. Bam! 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 Hé, hey, niet wegrennen. Bam! En ik heb je. Ja, allemaal mooie spullen. Eens even kijken. Ja, die had ik al. Dat was ook niet. Life after. Dan neem ik dus een nieuwe axe bijvoorbeeld. Dat kan gewoon. Je kunt dus alle one-handed weapons kun je gewoon ook gebruiken. Als een Templar. En dat vind ik wel leuk. Maar de Goeiemorgen is toch wel echt het wapen van de Templars zelf. Of een goede dag, of hoe ze het ook noemen. There's chaos everywhere, and word in town is that Lacdanin killed the king. Only this is true. Days and nights of living in terror behind us now. Bah, Sterf. Sterf! Even kijken. Niks. Jammer. En dan ga ik even daar. Een short sword. Hier. Een cracked short sword. Bam! Ja, dan gaan we niet weglopen. Je gaat dood. Hier. Ah, schildje voor je hoofd. Nou. Easy peasy. Ja, nog even bij hem loot. Nee. Nee, dan ga ik weer terug. Dat hebben ze ook vernieuwd, de map. Dat vind ik wel leuk. Ik ga nog even met jou praten. En daar heb ik niet. Ah, kijk. Shield clear. Ik ben dus level up en nu heb ik weer wat nieuws. En dat is interrupt, oké. Oké, waar gaan we nou heen? We gaan weer terug. Ik ga eerst met hem even praten. Oké, dank. Het lijkt niet likely dat Deckard Cain could have survived down in the cathedral this long, does it? Cain is alive. Ja, waarschijnlijk niet, maar.
Dan gaan we naar de Old Rooms, want daar moeten we heen. Here, let me open the gate. Nee! Adria was my mother, but I don't know much about her. She died when I was very young. I was raised by Uncle Decker. Bam! Ja. Loopt ze een beetje weg, ja. Loot. Ja, en ze hebben dus wel wat veranderd. Er wordt nu minder loot gedropt, maar wel meer useful loot. En de auction house is er niet meer. Ah. Oh. Dus kun je geen spulletjes meer kopen. Yeah. Ah ja, kijk, ik heb geblind. Dat is wel chill. Schild voor je hoofd. Schild voor je hoofd. Interrupt. Oh, dat was niet handig. Ja, nou ga ik dood. Als je langer wacht. Nou, allemaal leuke nieuwe items. Even kijken. En wat hebben we hier allemaal? Oh, dat had ik al. Oh. Area damage. Ik kan geen pijlenbol gebruiken, dat is wel jammer. Here's the key. I want Aiden came to me last night. I suspected what was lurking. Leah, Uncle Deck. Nou ja, bla bla bla. Oké, en dan gaat de deur kapot en dan waaf! Ik vind schildje slaan vind ik leuk. Ik heb jullie nu allemaal verblind. Ik sla jou. Slaan. En jou ook. En ik ga jullie even slaan. Nee, niemand had wat leuks. Jammer. Nou, dan gaan we even weer verder. We zijn op zoek naar Deckard Cain. En ja, ik vind het eigenlijk wel heel... Mijn grave, kun je daarin? Wow. Die is nieuw. Bam. Ja, ik vind de tempel wel leuk op dit moment. Ik weet niet of het lang ook leuk blijft. Maar nu op dit moment vind ik hem wel heel erg leuk. Met dat ik ren en ik sla je met mijn schild. Dat miste ik toch wel een beetje. Ik heb natuurlijk alleen maar met een bonk gespeeld. En dat was toch heel veel melee combat. Oké. Ja. En Deckard is hier ook waarschijnlijk. Ah, stomp! Bam. Nou is de stomp kapot. En dan gaan we even die deur in. Oh ja. Yeah. De nieuwe Angel Failure. Oké, dan gaan we erin. Nou, dan zijn we in de cathedral en dan gaan we hier the star is close. Zoeken en dan ik blind jullie. Ik krijg al 40 XP. Nou, een nieuwe skill. Oh, kan niet. Ja, ik heb nu weer een nieuwe skill. Sweep attacks. Ik ben wel benieuwd. And I'm cursed. Once the captain of King Leoric's army, I left only to honor my land. Eens even kijken wat dit gaat doen. No man has a greater love for his king than I had for mine. Even as I drove my blade through his dark and corrupted heart. En ja. Ah je, boom. Dan ben je wel dood. Ja, nou, dat was nog wel even leuk. Kijken wat mijn nieuwe aanval doet als ik nou monstertjes zie. Hier. Oké, dan kun je dus wat meerdere tegelijk kapot maken.
Wel grappig. Maar niet mijn moveset. Nee, ik geef mij maar lekker met schildjes slaan. Sterf, jij. Oké, ik ga even naar terug naar skills. Ik ga weer met mijn schildjes slaan. Vind je toch leuker? Kom erin. Bam! Oh, hij is blind immuun. Sterf jij? Nee, we gaan niet weg. Je gaat me al je rijkdom geven. Oké, kijk, bijvoorbeeld fire damage zwaard. One-handed kan ik dus kiezen. Die wil. Nou, dus een zwaard. Ja, dagger. Zwaardje. Mini zwaard. Hij zegt empty. Ja, die kan ik nog niet vullen. Oh, hier, magic belt. Met 2 XP extra. 2%. Oké, dan gaan we. We gaan. Ah, ik heb het daar laten liggen. Ja, maakt niet uit. Hier, een boek. Komt er wel slag uit. Het is Lazarus. Of dat ik ben zeker. Hij alleen had de king's ear. En whispered dark en evil magics into it. Instilling the notion of an imminent attack by Westmarch. Afraid to speak against the Archbishop. The councillors nodded their empty heads in agreement. And said to us. Whoop-bam! Hey. Sterf gewoon. Hey, nog een boek. Return from our horrific defeat in dat vind ik ook altijd leuk, dat soort dingen, lore verzamelen. En Diablo weet het echt heel goed te doen. Dus ja, ik ben altijd wel heel blij mee. Dus even kijken. En even kijken. Hier. Loot. Nee, geen loot. Daar ben ik. Loot. Dus ik ben ook altijd wel bezig met de lore verzamelen, dus ja, dat vind ik ook altijd wel leuk, maar de meeste ken ik al wel. Vanuit mijn Akarat, save me. Akarat heals you, friend. Ja, en dan gaat hij dood. Oeh. Hé, hey, je hebt een item. Ja, die hoef je niet te laten zien. Dan kijk ik zo wel even. Wat heb ik nieuw dan? Oh, ik heb schoenen. Voor movement speed. En een short sword. En even kijken. Arkham af. Dus nu heb ik wat snellere movement. Kan ik ook wat sneller slaan. Dus even kijken. Hey, wat zit hier in de boeken? 14 goud. Ja, als ik dat toch thuis doe, als ik alle boeken omgooi en ik 14 goud kan krijgen, vind ik ook wel goed hoor. Dus dat ga ik binnenkort doen. Ga ik al mijn boeken thuis gewoon zo van de boekenbank gooien om dan 14 goud te krijgen. Zo. Zo. Dat was leuk. Pool of Reflection. Oké. Okay. Een kiesje. En dan heb ik een. Oeh, die is wel beter. En krijg ik ook nog weer een extra XP bonus. Dus ja. En Pool of Reflections moet je dus verzamelen. En dan krijg je dus meer XP. Ook een beetje sterker of zo. Oké. Okay. Oeh.
I know that. Bam! En ook nieuwe gloves. Dus even kijken, want die waren wel... Ah, oké, dan krijg ik meer leven. En ik moet al binnenkort weer terug naar de stad toe, man. Om ja. Ah, kijk, daar is Deckard Cain. Maar ik wil wel skip. Anders spoiler ik misschien nog wat. Van het eerste deel. Ja, ik ga je redden. Ik ga iedereen kapot slaan en dan red ik jou daarmee. Oké. Dat is een Nevelin Glory. Dat is ook nieuw. Ik weet niet wel hoe lang al, maar dat is nieuw. En dan ben je gewoon wat sterker. Ja. Doe de deur maar open. Hop. Dan gaan we even doorheen. En dan gaan we weer terug. En dan krijgen we een mooi tussenfilmpje. Dit keer van de Templar. Ja. En leer van hem. That a creature called the Skeleton King stands between me and the star. Sterke Skeleton King. Ik vind hem lijp. Hele game had gewoon uit mogen bestaan uit alleen de Skeleton King. Ik heb nog een item erbij ook nog. Nou, dat geeft me meer strength. Dat heb ik ook natuurlijk nodig. En... Hey, waar was? Oh ja. Hij is nu eventjes AFK. Ja, als je dus de pre-order hebt, dan krijg je dus die lijpe vleugels. En dus ik heb de pre-order, dus ik heb de lijpe vleugels. En dan moet ik even Edgard Armo Imon. IE-monster. Moet ik dan helpen? Ik moet hem volgen. Oké, okay. Ga ik je volgen? Waar gaan we heen? Oh, we gaan naar... we gaan naar de kelder. En dan ga ik die deur kapot slaan. En dan gaat iedereen... Precies op het moment dat ik de deur losla. Roar. Ik ga zo kijken wat roar inhoudt. Sterf. Oké, heb ik nu een javelin? Oké. En nu heb ik een probleem. Nu heb ik te veel. Dan moet ik even kijken. Ja, die is al beter. Die is beter. Javelin. Magic Spear is dat. Nou, dat vind ik wel leuk. En if you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. Ja, dat zou ik dan doen als hij nog leeft. Slash deck. Bij punish heb je roar. When you block with harness sense active, you change to explode with fury, dealing damage to nearby enemies. Like, but ik heb die nog niet. Dus ik ga gewoon lekker met slash werken. Die vind ik veel leuker. En dan ga ik eerst even met. Ik moet even wat dingetjes wegdoen. Ik heb iets te veel. Mijn inventory is alweer helemaal vol. Ja, hou ze maar lekker bij je. Ja, de blacksmith is hier net gespawnd. Gaan we even praten. Oh, over zijn grootvader. Hé, hey, hoe was het met je grootvader? Praat met zijn grootvader. Oké. Dag je. Nee. Dan gaan we even sulfage. En dan doen we gewoon... Woep. Oep.
kijk. En wat je met al je klasses dus, met je karakter, andere karakter, bijvoorbeeld je main, heb je de blacksmith geleveld tot een bepaald level. Dan neem je dat ook gewoon mee naar het nieuwe gedeelte, dus als je bent nieuwe karakter, dus je hoeft niet helemaal weer opnieuw te beginnen. Dus dat scheelt. En dan misschien kan ik wel wat leuks maken voor mijn karakter. Ik ben nu level 6. Misschien kan ik iets leuks maken. Misschien een helm of zo. Dat zou wel leuk zijn. Ik heb het toch zo koud. En dan gooien we gewoon alles wat geselfage. Want somewhat useful. Oké. Okay. Dus even kijken. Ik kan een armor maken. Ah, een nieuwe schild. Dat gaan we even maken. Kraft. En dan boep, hebben we een schild. En dan gaan we die schild gewoon daar gooien. En dan doen we nog even Selfage. Dat scheelt. Wat had het die? Strength en monster. Nou, nah, mooi. We hebben een nieuwe mooie schild. Nou, we hebben nog een heel verhaal. Wie ben jij? Waar woon jij? Ik heb heel gezin te luisteren. Oké, okay, dan gaan we weer verder. Even kijken. We gaan nu naar... Open de North Gate. Noordwest. We gaan nu naar, dus naar de dochter van Kanye West. Noordwest. En die heeft een gate. Oké, nou zijn we in de Weeping Hollow. En Rockwile. Ah, dit is ook wel leuk. En dan. Voilà. Bam! Dat is oké. Ah, dit is ook altijd leuk. Altijd handig. Een shine. En dan kun je dus weer damage doen. En, of wat anders. Dus even kijken. Waar gaan we heen? Bam! 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 Allemaal kotsende mensen. En ik hak ze allemaal in de pan. Oké, daar. Oeh! Oh, wacht even. Ik ook wel. We gaan naar de Den of the Fallen. Dat gaan we even doen. Want ja, dungeons reden, dat hoort er wel bij. Nee. Hoort er wel bij, hè, bij Diablo. Mag ik hier allemaal gewoon lekker in motjes hakken? Ah. Stun! Schildje. Schildje. Jij bent de laatste. En dan heb jij een leuke item voor mij. En dan krijg ik ook nog meer treasure founding. Oké. Dan gaan we eerst daarheen. Ik prik jullie allemaal aan mijn stok. Een bloody chest. Dan krijg ik weer wat geld. Dan neem ik deze zijslag. Ik weet niet waar ik heen ga. Maar dat is het leukste van deze dungeon. Ze zijn allemaal random. Oh, jij wilt dus dood? En eens even kijken. Oef. Fuck you. En dat was een les. En dan... Oh, daar is een epic. Een epic enemy. En die ga ik aan mijn stokje dreigen. Blijf staan. Blijf staan. Blijf staan. Oké, okay, en dan gaat iedereen. Als je... Al die rode dingetjes wat je ziet, dat zijn dus health potions. Als je dus tussendoor zit van, oh, ik ga bijna dood, dan kan je een health potion gebruiken. Nou, ik hou gewoon wel lekker deze. Die is veel sterker.
killed. Oh. Prick. Hierheen, bam. We gaan verder naar beneden als dat kan. Ik heb wat goud laten liggen, is niet zo heel erg. Ja, yeah. Dus het tweede deel van The Fallen. En dan heb ik hier nog een blessing. Ik ben benieuwd wat ik tegenkom. Ah. Ik heb een knuppel. Ja, die is niet sterker dan mijn satéprikker. Wat zit hier? Een kistje. Misschien zit hier wel nog een knuppel in. Nee. En... Wow! Hey, ik ga hem dit maken en dan ga ik hem doodmaken. Dus het schildje Oh. Hij is dood, nou de rest nog. Klik. Allemaal spulletjes. En dan gaan we uit deze... Nee, ik wil nog even kijken wat... Kijk, daar heb ik een nieuwe broek. Met 10 strength. En ik denk dat ik vooral strength moet bouwen. Want dan ga ik gewoon veel meer damage doen. En dan, hier kan ik helemaal naar de voorkant van de dungeon. Dan hoef je niet helemaal terug te lopen. Dat hebben ze handig gedaan. Kijk, dan ben ik weer terug in de wereld. Even kijken. Wat is hier? En dan zijn we alweer level 7. Charter's Shield. Maar gaan we even kijken wat het is. Dat is bij schild. Nou, die lijkt me wel lijp. Deze doet... Die schiet allemaal nog meer kleine schildjes. Dat is je extra. Dus dan heb je niet één schild, maar 3 schilden of zo. Zo eens kijken. Boom! Nou. Ik kom wel bij meer enemy. Kijk. Slijt dus veel meer mee kapot. En ik prik iedereen. Ik dacht dat goed. Oeh, bam! En nog één daar. Lag je lekker te slapen? Kom ik even langs? Oké. Okay. Een trage schild. Allemaal. Jammer, we zetten eten kort. Oh, uitlachen, hè? Oh, ik heb te weinig gras. Oh, Judgment Ching Chong Bang. Ching Chong Bang! It sounds racist. Why? Oké, we gaan nu even naar deze kant kijken. Als ik hier nou ergens een backpoint kan vinden, dan hoef ik dit niet nog een keer opnieuw te doen.
Ja, je moet wel een beetje van... hij is dood. En daar ga ik dan... Pak! Zijn. Tok. En tok. Oké, we hebben weer wat nieuws. We hebben een vleel. Die is iets sterker en die doet meer holy damage. Maar daar heb ik geen mooie extra experience. Dan heb ik een two-handed vleel. Dat had ik nog niet. En Lex, die met minder strength. Oké. Nou, dat gaan we dus niet doen. Bam! Abba! Hier is de cemetery. Ben ik er bijna. En bam. En dan ga ik... Ja, en dan zeg ik het hierbij, zeg ik dan tot ziens. Want ja, dit was deel 1. Dus de Templar. Zoals je kunt zien, ik vind hem erg vet. Even op een lijp nieuwe aanvallen die ik gewoon al een tijdje niet heb gezien in Diablo. En ja, je hebt gewoon een hele sterke ST-prikker, maar dat ligt gewoon aan stats. Maar je hebt gewoon wel lijpe wapens zoals dus de flail, de... En ik weet niet, is dit Crusader only? Nee, dit is niet alleen Crusader only. Maar je hebt dus gewoon ja, verschillende wapens die alleen voor de Crusader Only is. Dus de flail, dat is de wapen van Crusader Only. En eens even kijken, zit hier nog iemand in? Nee, niemand zit hier in. En ja, ik vind het wel erg leuk gedaan, de nieuwe moves van de Templar. Er zitten nog veel meer in. Ik kan ze helaas nog niet allemaal laten zien. Dat gaan we een andere keer doen, want we gaan zeker nog wel vaker spelen. En... ja, dan ben ik wel wat verder en dan kunnen we natuurlijk, ook kan ik meer laten zien natuurlijk. En ja, hierbij zeg ik tot ziens. Tot de volgende keer. En check dus Diablo Reaper of Souls, want Templar is gewoon vet.